Waarom worden we slapper als we ouder worden? Dit is de Universiteit van Nederland. Spieren zijn echt het meest prachtige orgaan. Wat zo belangrijk is, waar we ontzettend veel invloed op hebben. Ik heb geneeskunde gestudeerd en ik heb geen enkele les over spieren gekregen. En weet u dat het ons grootste orgaan is? Of in ieder geval zou het zo moeten zijn. En we hebben daar 640 van. 640 spieren die allemaal in hun werk doen. Om hier te staan en gewoon te praten, heb ik ongeveer 60 spieren nodig. Zelfs als ik niet praat, heb ik spieren nodig, omdat anders zou ik geen adem kunnen halen. Zo belangrijk zijn spieren. Maar het is er niet alleen maar dat spieren er zijn om samen te knijpen, om kracht uit te oefenen en vervolgens te lopen. Dit is het niet alleen maar. Het is ook dat wij spieren nodig hebben voor de suikerhuishouding. En om proteïne bijvoorbeeld te sparen. Ik zeg altijd, de koelkast van ons lichaam zijn onze spieren. En u weet waarschijnlijk wat er gebeurt als u niet eet, in licht, in inactiviteit, dan eet u uw spieren op. Omdat daar de proteïne in zitten. Stel, u bent opgenomen in het ziekenhuis, dan gaat u eerst even liggen met een pyjama aan, terwijl het helemaal niet hoeft. En u gaat dat gedurende 8 dagen doen, dan raakt u 15% van uw spieren kwijt. En uit eigen ervaring weet het hoe moeilijk het is om de spieren weer aan te maken. Dan heb je de sportschool nodig. Hoe moeilijk het is om je spiermassa weer op peil te krijgen. De meest fascinerende cel binnen de spier, ben ik door gefascineerd geraakt, is de stamcel van de spier, dat is de satellietcel. U kunt hier op een foto zien allerlei blauwe puntjes met iets groens, dat is de spiercel. En de spiercel is de grootste cel in ons lichaam. En die heeft meerdere kernen, dat zijn die blauwe puntjes. En wat daar bovenop ligt, dat is een oranje cel. En dat is de stamcel van de spier. En stamcellen hebben als eigenschap dat zij kunnen delen. En wanneer hebben wij deling nodig? Als wij massa nodig hebben. Of we zijn het kwijtgeraakt, of we willen daar meer bij. De stamcellen zijn de essentiële cel binnen de spier. Stamcellen kan je heel makkelijk bijvoorbeeld even uit een spier halen. Even een biopje nemen, een bordje uit de spier. Dat hebben we ook bij 100-jarigen gedaan. En zelfs bij 100-jarigen zien wij deze stamcellen terug, maar die zijn een beetje slapend. Dus je moet wel een beetje actief zijn om ze wakker te schudden, om weer spier aan te maken. En dat doet u bijvoorbeeld als u sport. Prachtige cel. Wat gebeurt er met de leeftijd? Ook dat weer eigen ervaring. Met de leeftijd gaat de functie achteruit. En ook de functie van de spieren. En wat wij merken is dat de verhouding tussen vet en spier verandert. Het oppervlak blijft wel hetzelfde. Dus die maat 38 past nog. Maar de spieren die daarin zitten ten opzichte van het vetgehalte verandert. U ziet hier een 20-jarige en een 60-jarige. De buitenschil is hetzelfde. Het rode zijn de spieren. Het gelige is vet. En wat u ziet, er is veel, veel minder spier bij die 60-jarigen. En als we dan een dwarsdoorsnede van het bovenbeen nemen, bijvoorbeeld met een CT-scan, dan ziet u boven de 20-jarigen en onderaan de 60-jarigen. Er zijn twee dingen heel erg opvallend. Het wittige is vet en al het zwarte is spier. Dus bij die 20-jarigen is er een vetschil daaromheen,
hetgeen heel natuurlijk is, en daar is heel mooi zwart spier. Wat gebeurt er dan bij die 63-jarigen? 1. Er is meer schil, meer vet rondom de spieren. En er is een kleurverschil. Ineens is het niet meer piekzwart, maar ineens is het grijs. En daar kruipen eigenlijk die vetcellen daartussen. Dus het is niet alleen maar de schilvet wat er ontstaat, maar vetcellen kruipen tussen de spiercellen en kruipen zelfs in de spiercellen. Zodat er een soort van vetdruppels ontstaan in de mooie spiercellen die ik u net heb laten zien. Dat gebeurt er met de chronologische leeftijd en met name bij inactiviteit als we ons orgaan, spieren niet gebruiken. Samengevat eigenlijk een soort van vervetting. Het is heel makkelijk om het spiergehalte te meten, de spiermassa, maar ook de spierkracht. En we hebben vandaag Ruud bereid gevonden om de spiermassa en de spierkracht te objectiveren. En ik zou graag een applaus willen vragen voor Ruud. Ja. Ik heb al van tevoren even kort met Ruud gesproken en hij heeft mij aangegeven met name geestelijk actief te zijn. Ja. waar toch ruimte voor verandering in zou kunnen komen. Wishful thinking. En om te kijken of dat werkelijk wat nodig is, zou ik je willen vragen om even de schoenen uit te doen en de sokken halverwege. En dan ga ik het apparaat klaarzetten. En je mag op deze brancard even liggen. Ja. Dit is een bio-impedantiemeter. En de bio-impedantiemeter die kleeft een heel klein stroompje in het lichaam. En door het stroompje kan er vet van spier worden onderscheiden. En dat is heel fijn. Ruud, mag ik jouw gewicht? Ja, 95 kilo. 95. En de lengte? 1,84. Ja. Dit is allemaal confidential. En de leeftijd? 54. 54. Oké. Goed. Dan mag je gaan liggen. Ja. Met het hoofd hier. Prima. Dan gaan we het aansluiten. Ja. Oei. Ja. Dat is prima. Mag ik eerst even een rechte middel? Ja. U ziet dat ik dat heel goed doe. Ja. De middelste vinger. Ja. Ik sluit nu de elektrodes aan, zodat het stroompje gewoon ook door het lichaam kan vloeien. Links. Ja. Mag ik de sokken even iets omlaag? Ga je gang. Ja, is goed. Ja. Ja. En het tweede ga ik ook even. Ik heb mijn knijpkracht nog niet is goed. Gemeten. Ja. Ja, laat maar vallen. Ja, helemaal goed. Goed, en nu komt het spannende gedeelte. Ja, en nu gaat hij analyseren. Het duurt even. Ja, hij gaat beginnen. Duurt ongeveer een minuut. Dan ga ik even uitleggen hoe we het in de klinische praktijk doen om de diagnose sarcopenie te stellen. Sarcopenie is sarx. Sarx is Grieks en heet vlees. En penie is te weinig hebben van. Dus sarcopenie is te weinig hebben aan vlees. En daar hebben we alle cut-off points voor. En wat we gewoon doen in de praktijk is, wij meten de loopsnelheid, hoe snel iemand loopt. Dat is een functie van het lichaam. Vervolgens meten wij de knijpkracht, dat zullen wij zo ook nog doen. En dan meten wij de spiermassa. En als alles afwijkend is, dan is de diagnose sarcopenie gesteld. En gaan wij behandelen. We zijn er bijna, de 60%. Voel je iets? Nee hoor, het is echt een heel klein stroompje. Hetgeen door het lichaam gaat, waarbij we altijd de armen en de benen verbinden
omdat het stroompje dan al die spieren meeneemt. Zowel in de armen als ook in de benen en in de borstkast. Ben je zenuwachtig? Het valt wel mee. Niet zo ingewikkeld. Nou, voor de uitslag. Ik weet zeker dat ik heel gemotiveerd naar huis ga. Ja. We zijn er echt bijna 95%. Okay. En dan zijn we 100%. Nog even blijven liggen. Dit is klaar. Dus ik koppel u vast even af. En dan krijgt u zo meteen de uitslag. Ja. Mag u sokken en uw schoenen alvast weer aandoen? Zo. Zo, en dan bent u natuurlijk benieuwd wat eruit is gekomen. Ja, ontzettend benieuwd, ja. Goed. Ik leg het u even uit. Er komt in totaal heeft u 40 kilo spier. En dat is net nog de norm. Eigenlijk zou het iets hoger moeten zijn. Maar het is nog niet dramatisch afwijkend. En nu nog even één korte test. Het is een heel simpele test. Het is een dynamometer. Wordt zo in de hand gelegd. Arm omlaag en vervolgens heel hard knijpen. Oké. Alsjeblieft. Okay. Ja. En nu omlaag. En nu knijpen. Knijp. Oké. Ja, 49,5. Okay. Dus dat is heel goed. De grenswaarde bij de ouderen ligt bij 30 kilo voor de mannen en 18 kilo bij de vrouwen. En voor uw leeftijd is het ongeveer bij 45 kilo. Dus u haalt het ruim. Ach, heel goed. Okay, goed. Ik dank u zeer. Dankjewel. U bent geslaagd. Dank. Goed. Dus zo meten wij het in de klinische praktijk. En dan zou u natuurlijk ook even willen weten van hoe zit het dan met de bevolking als je zo'n knijpkracht meet. Het is in het volgende grafiek getoond. We hebben de knijpkracht gemeten ongeveer bij 200.000 mensen. En die knijpkracht die gaat omlaag met de kalenderleeftijd. Namelijk ongeveer 100 milligram van 20-jarige leeftijd tot 50-jarige leeftijd. En dan is er een knikpunt, dat ziet u, daar gaat het fors achteruit, 450 milligram. Dus ergens rond 50-jarige leeftijd gebeurt er iets in de spier. Namelijk verandering hormoonhuishouding bijvoorbeeld. Testosteron. Laaggradige ontsteking. Minder activiteit en dan gaat het achteruit. En de grenswaarde om bijvoorbeeld een potje jam te openen, daarvoor heb je 20 kilogram knijpkracht nodig. 20 kilogram en anders kan je niet je potje jam openen. Maar zo'n knijpkracht, zo'n heel makkelijke test, die wij gebruiken in de klinische praktijk, die is ook voorspellend bijvoorbeeld voor ziekte. Of iemand ziekte gaat ontwikkelen. Of voor sterfte zelfs. Iemand die een goede knijpkracht heeft, heeft minder kans de komende jaren te gaan overlijden. Dus de spierstatus, de kwaliteit geeft aan hoe goed het gaat met iemand. Maar aan het einde wil je het natuurlijk veranderen. Je wilt kracht erbij krijgen, massa erbij krijgen, om gewoon functioneel goed door het leven te kunnen gaan, ook als je 80 bent. En daar zijn drie essentiële componenten. Dus één ligt zeer voor de hand. Bewegen en nogmaals bewegen. Tweede is gezonde voeding. We hebben vitamines nodig, maar we hebben bijvoorbeeld ook proteïne nodig. En de derde, daar werken wij nu aan, dat zijn geneesmiddelen om de spierafbraak te remmen. Namelijk oudere leeftijd breken de spieren gewoon zomaar af, ook als je gewoon niet beweegt. En als we dat remmen, kun je de spiermassa en de spierkracht houden. En dat is op dit moment ook onderzoek in mijn laboratorium. Dus daar is heel veel te doen. Ook nu zonder medicijnen, bewegen en een goede voeding. Dus, waarom worden wij slapper als we ouder worden? Heel eenvoudig, omdat wij gewoon schinken in onze spiermassa. Gedeeltelijk door de inactiviteit. En gedeeltelijk door die cellen die iets minder functioneren op oudere leeftijd. Door de veroudering zelf. En als je meer over veroudering wilt weten, dan zou ik u aanraden om het volgende college te gaan volgen.